Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken heeft vandaag twee grote onderzoeken gelanceerd voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het gaat hierbij om de onderzoeken klantgerichte verbeterpunten, CBB, en vervroeg uittreden ambtenaren. De bewindsman haalde aan dat de klantgerichte verbeteringen van groot belang zijn, omdat het moet uitwijzen hoe CBB klantvriendelijk gemaakt kan worden. Bij het onderzoek over het vervroeg uittreden worden ambtenaren van het ministerie betrokken. Met andere woorden, een effectief ambtenarenapparaat is voordelig of belangrijk voor heel Suriname. Anastasia Kanapé-Pocky, directeur CBB, zegt dat met deze twee grote onderzoeken de nodige verandering voor wat betreft de bevolkingsadministratie zal komen. Dit moet volgens haar ervoor zorgen dat de bevolkingsadministratie de plaats krijgt die zij verdient in de maatschappij. Als wij bijvoorbeeld dit transformatiebeleid zo efficiënt en effectief mogelijk willen uitvoeren, is het belangrijk dat wij ons niet alleen richten op de inzichten van het CBB, richten op de inzichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar we moeten ook gaan kijken naar onze doelgroep. Wie is onze doelgroep? En dat is de samenleving. We zijn er voor de samenleving. En daarin inbegrepen ook de organisaties, de instellingen, de instanties die afhankelijk zijn van onze producten. En als wij willen gaan voor een goed transformatiebeleid, zijn de behoeften van deze bijzondere groep van eminent belang. Anastasia Kanapé-Pocky, directeur Centraal Bureau voor Burgerzaken. Deze onderzoeken zullen gedaan worden door een onafhankelijke orgaan, namelijk Door Advisory. De onderzoeken beginnen op maandag 19 april.